Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zal geen gedoogbeleid meer voeren op de invoer van auto's. Tijdens een informatiesessie vandaag heeft minister Reshma Kuldeep Singh aan importeurs voorgehouden dat alles nu gebaseerd zal zijn op de wet goederenverkeer. Een artikel in de wet schrijft voor dat de vergunningaanvraag voor het importeren van een auto vooraf moet geschieden. De bewindsvrouw benadrukt dat zij die een auto importeren en daarna een vergunning aanvragen in grote problemen zullen komen. Gaat u niet in de fout. U maakt alleen, u brengt uzelf alleen in de kosten. En u benadeelt uzelf. En ik als minister ga de staat niet benadelen. Want u gaat me kwalijk nemen als ik die case naar het OM ga sturen en het is een economisch delict waaraan u zich schuldig maakt. En het is een strafbaar feit. Dat wilt u toch niet en dat willen wij ook niet. Dus het is om elkaar te beschermen. Het ministerie krijgt vaak vergunningsaanvragen om auto's ouder dan 8 jaar te importeren. Echter verduidelijkt de bewindsvrouw dat deze categorie auto's wettelijk niet geïmporteerd mogen worden. Er komen geen uitzonderingen voor aanvragen die afwijken van de richtlijnen. Ik mag u geen vergunning daarvoor geven. Ik maak mij schuldig aan strafbare feiten en u maakt zich schuldig aan strafbare feiten om die auto ouder dan 8 jaar te kopen en te verschepen en het hier op haven te laten komen en dan te verwachten dat ik u een vergunning ga geven. Die auto gaat net daar blijven. En die case gaat naar het Openbaar Ministerie. En u weet, het Openbaar Ministerie gaat u die auto niet geven. Het mag niet op de weg. En een beetje logica. Waarom moet ik u vergunning geven voor een auto 25 jaar en ouder, als ik u geen vergunning mag geven voor een auto 8 jaar en ouder? Nog een beetje logica. Want iedereen denkt 25 jaar en ouder, oh, collectors item is niet beschreven. Dus alle auto's zijn 25 jaar en ouder, zijn collectors item. Wel, ik ga u vragen, gaat u even googlen? Of gebruikt u een woordenboek wat een collectors item is? Minister Kuldeep Singh zegt dat het oneerlijk is dat auto's van 25 jaar en ouder wel naar Suriname mogen komen en van 8 jaar en ouder niet. Voor auto's van 25 jaar en ouder schrijft de wet voor dat ze kunnen worden geïmporteerd als collectors items. Echter gebeurt dit niet, vandaar dat de bewindsvrouw dit staatsbesluit wilt intrekken.